Tom. Brothers. Nou, daar gaan we. Laga. Eén voor één de namen worden omgeroepen. En wij gaan in de starthouding zitten. Nierhuis, Focas en dan Njort. Opgelet. En dan gaan we er vandoor. En ze zijn weg. Een enorme goede start. Duidelijk in één keer weg. Geen valse starten. Geen lage praktijken. Zal ik er maar een klein beetje onderbiedig bij zitten. Maar we zijn soepel gestart. En een prima start hoor van Broodhuis in baan nummer 2. De man, mijn kopland, Maarten Blokland daar. Erik, hebben daar ook Sander van Dijk op boeg zitten. Maar zij zijn goed weg. Nierhuis ook heel goed weg. En Njort onder de wal hier hartstochtelijk aangemoedigd. Door alles wat een lichtblauw hart heeft. En ook het vriendinnetje van Bart Smorenburg is aangehaakt om hier haar vereniging aan te moedigen. Goeie start van Njort. De beste start echter voor Nierhuis uit Amsterdam. Wij zitten voorop in het peloton, maar het is inderdaad die snelle eerste kilometer waar jij het al over had, Bart Smorenburg. Van Nierhuis, van Freek Robbers, daar op die slagpositie. Daarachter natuurlijk Dominic Meijer-Kool, Jaap Scholten ook in die boot. En als laatste natuurlijk, maar niet de minste, is het Robert Fietsiets, gestuurd door de ervaren man Tim van den Ende. Het is Njort onder de wal, waar het toch wel een beetje klotst hoor. Een beetje moeilijk water, maar de mannen van Njort komen er goed overheen. En nu meldt Skadi zich ook voorin. Skadi met een iets mindere start. David Fox in die boot natuurlijk. Zij moeten die Mitchell Steeman bij gaan maken. Die man die al 5 keer wist te winnen. En nu komen de boeien dichterbij. Nierhuis aan de leiding, zo lijkt. Maar Njort daar vlak naast ook nog. Skadi is er. Groothuis hier. En ook de thuisvereniging is van de partij. Triple. Kai Hendricks gaat hij uiteindelijk doen. Hij zei tegen ons een aantal jaar geleden al. Ik stop niet met roeien totdat ik de varsity heb gewonnen. Bijna 500 meter gehad, jongens. En jullie zien op die beelden, oh zo mooi wat ervoor ligt. Wij zien op dit moment Skadi, Nierhuis en Njort, als het goed is, aan de leiding. Ja, Njort ziet er redelijk goed uit, maar heeft nog steeds die achterstand hoor. En aan de overzijde komt langzaam maar zeker, komt Triton dichterbij geschoven. Triton met Kai Hendricks, met dat kekke zonneklepje op zijn hoofd. Waarover die geïnformeerd is door Ridder Heineman. We zien ook Harold Lange in die boot en zij komen langzaam op stoom. Maar het zijn Nierhuis en Skadi die het initiatief hebben in deze wedstrijd. Nierhuis en Skadi die langzaam de tweede boeierij aan het naderen zijn. Die tweede boeierij die langzaam aangeeft wanneer en wanneer het rechte stuk is aangebroken. Nierhuis, Freek Robbers die toch wel makkelijk over die golven heen danst hoor. Dat heeft hij natuurlijk van zijn vader geleerd. Rob Robbers die het ook al wat te roeien was. En het is Freekje Robbers die zijn mannen meeneemt richting de overwinning waar Nierhuis op naar smacht. De overwinning van de subtop, de overwinning van de talenten van de toekomst. En gaat dat gebeuren? Of wordt het die verrassing Floris van Bonninghausen samen met Jasper Tissen en Reinier Spierma Wilgen daar aan boord? Ook David Fox. Het is in ieder geval dit trio dat nu afstand aan het nemen is. Njort, Nierhuis en Skadi. Zij groeien langzaam weg. Broodhuis kan het ondanks verwachtingen niet helemaal waken of naarwaken op dit moment. Maar Triton is er ook nog bij. Triton aan de overzijde met een enorm peloton aan fietsers dat mee aan het gaan is. Skadi, kom nu opzetten. Skadi, neem nu het initiatief over van Nierhuis. Skadi nu met een boegballetje voor nu. Het is het initiatief dat nu wordt genomen door Skadi met nog zo'n 2 kilometer te gaan. 2 kilometer te gaan. En dan vraag ik aan jullie op de finish, terwijl het nog heel spannend is voorin. Hoe gaat het daar qua tijden? Ja, wij zien helemaal niets qua tijden, Michiel. Wij doen het op dit moment met de boegroeiers van Skadi. Dat is het beeld wat wij hebben. En aan onze andere arm hebben wij hier het geoe en het ga-a. Iedere keer als jij de naam Kai Hendricks of hun verenigingsnaam Triton in de mond neemt. Want het is hier spannend. En rechts naast mij ontploft ook het publiek van Skadi. Nooit harder werd er gezongen. Skadi wint de varsity. En zo vroeg werd de huid van de beer al verkocht. En jij staat daar met je neus op de jacht. Hoe staat het daar met de jacht op de beer? Nou, die beer komt op dit moment toch een klein beetje uit Utrecht. Die heeft zijn neus een beetje in de wind gestoken en die heeft gesnuffeld. En die heeft geroken dat hij in Utrecht op het Janskerkhof al een aantal mensen aan te trappelen van ongeduld. Want het is op dit moment Triton dat aan de overzijde van het water dichterbij geschoven komt. Het is Skadi aan de leiding. Rotterdam, daar zou het zomaar weer heen kunnen gaan. Het is de Rotterdam, terwijl topcoach Harmen Eefting als een bezetene wegfiet. Want die denkt dat die eindsprint van Njort, die zou zo nog maar eens heel erg hard kunnen gaan zijn. Het is Njort inderdaad dat nu ook Nierhuis voorbij steekt. De voorsprong van Skadi, niet meer dan een halve boomlengte.
Maar die eindsprint van Jort, die kan nog zoveel betekenen. Het kan ook gewoon de eindsprint van Kai Hendricks zijn. Die slagtante die hij in de veld heeft gezet, eindelijk wil winnen. 1500 meter hebben we ongeveer gehad. Skadi nog aan de leiding. David Fox, Reinier Spillenaar, Bilgen, Jasper Tissen en Floris von Bonninghausen. Die hier langzaam maar zeker proberen weg te roeien van Neerhuis, de snelle starter. Neerhuis, dat durf ik bijna zeker te zeggen, is te zien. Die gaan we niet naar Amsterdam. Dus de treintickets die daarvoor gekocht zijn, die kunnen onverrichte zaken weer terug in de zak. Triton op positie 4 probeert ook dichterbij te kruipen. Bij de ploeg van Neerhuis, maar Njort onder de wal. Doet het nog steeds heel aardig. Het tempo is relatief laag. Maar die mannen met Sebastian Bakinsen, lichte pikkelboeg, die doen het toch nog heel redelijk. Dit is ongeveer een halve bootlengte achter de ploeg van Skadi. En kan het dan voor de KZV voor het eerst sinds 1988? Dat is de grote vraag. Zou we langzaam maar zeker het 1000 meter punt naderen. En Luc Stuyvers kan het allemaal ook heel goed zien. Ja, inderdaad, Michiel, ik zie nu wel tussentijden. Skadi, Njort en Neerhuis inderdaad voorop. Maar die tussentijden die maken natuurlijk helemaal niet uit. Ik zie een meute van, heb ik jou daar, ongekend veel mensen die hier mee fietsen. En een geluid wat steeds harder wordt, wat hier richting die 1000 meter komt. En ik zie inderdaad een ploeg van Skadi midden in het water, midden op dat kanaal vooruit varen. Maar daar zit er nog eentje bij hier tegen de wal. Dat is Njort, zoals jij dat net al zei. En er is niks van te zeggen, want ook aan de overzijde van het water is het nog Triton die erbij zit inderdaad. En ook Protas zit er nog bij. Laga en Focas moeten even afhaken vooralsnog. Maar we gaan nu richting de 1000 meter. Het is nog steeds hier Skadi aan de leiding en Njort in de achtervolging. En die ploegen daarachter, Neerhuis, Protas en Triton schuiven richting elkaar. Maar het is hier met puntje kontje zo'n beetje, is het Njort en Skadi. Skadi die komt nog eerder door, maar die boeg van Kins hier bij Njort, die kijkt nog eens rechts over zijn schouder en die ziet dat het nog allemaal kan. Als die magistrale eindsprint van Njort nog eens zou komen, dan zou het zomaar kunnen. Maar Skadi laat zich niet zomaar aan de kant zetten. Het is nog geen één... er is nog niks om te zeggen. Wat een spektakel zien wij hier op dit Amsterdam Rijnkanaal. Het is voor het eerst sinds jaren dat niet heel duidelijk is al 1000 meter voor de finish. Wie er met de winst aan de haal gaat. En ik ga weer overgeven aan of Michiel of naar de finish. Want jullie hebben daar een veel beter beeld. Maar wat een spanning in deze 132e varsity. Ja, wat mooi van jou, Luc Stuyvers, dat je dat zegt, want het is Skadi aan de leiding, hoor. En het gat wordt langzaam groter. Ziet ook Ruud Kessel, de oud-lid van Njort, die wel weet wat te winnen is hier op het Amsterdam Rijnkanaal. En hij weet volgens mij ook wel dat het nu moet gebeuren. Nu moet die eindsprint al ingezet worden. En Njort schuift een klein beetje dichterbij, halve finaal daar volgens mij aan boord bij Skadi. Maar Triton en Protas op plekken 4 en 3 op dit moment, die zijn team, denk ik zo. Het gaat of... Het gaat tussen Njort en Skadi. Het wordt op Rotterdam, Noord-Luiden. Het wordt hoe dan ook voor het Zuid-Holland. Wat heeft Njort dan nog? De eindsprint wordt langzaam gezet. En ik heb het idee dat het er langzaam een beetje aan het inlopen is. Dat kwartet uitbreidt. Het is in ieder geval nog steeds niet groter aan het worden. Het gat wordt eerder kleiner dan groter. Met nog zo'n 500 meter te gaan is het nu of nooit voor Leiden. En anders gaat hij toch gewoon weer naar Rotterdam. Gewoon zeg ik dat. Maar wat zou dat dan een verrassing zijn? Dat viertal uit Rotterdam van Skadi. Wat zou het een verrassing zijn als dat toch nog Skadi wordt. Floris van Bonninghausen daar op positie nummer 2 die het verbijt. Fijn verbijt. En heeft hij dan genoeg over? Gaat het dan inderdaad Skadi worden? Gaan we gewoon weer naar het RSC? Rotterdam waar het feestje gevierd wordt. Dan komt er geen nieuwe vereniging in het rijtje thuis. Njort probeert alles te doen wat er mogelijk is. De eindsprint is nu ingezet. En allemaal hoofdvingers. Wat komen ze nu erop opzetten? KZV Njort. In de eindsprint, overlap nu met Skadi. Is er nog genoeg ruimte over? Genoeg ruimte voor die eindsprint om toch voor het eerst in 1988 naar Leiden te gaan. Puntje kontje nu. En Njort loopt langzaam in. Wat kan dit nog gaan betekenen? Gaan we de tent vanavond afbreken? Of gaan we gewoon onverrichte zaken naar huis? Nou, en het gaat echt heel erg spannend worden. Als een duweltje uit de doosje. Die jonge ploeg van Skadi, die hier zo onverwacht aan de leiding gaat in deze AO4-finale. Maar die mannen van Njort die je niet laten zitten. Die mannen van Njort die voor allerlaatste meters strijden. Ik zie de hoofdjes naar rechts gaan in die boot van Njort. Ze gaan er voor alles geven. Ze geven er alles om elke haal dichterbij te komen bij Skadi. Maar het lijkt erop dat Skadi niet onder de druk bezwijkt. Bart, wat zeg jij van die laatste paar meters? Wie gaat het worden? Wie moet er het water in?
Als ik een pet had, zou ik hem afnemen. Wat een ongelooflijk knappe prestatie. Ik schreef het in het Varsity Magazine. Wat knap van deze nieuwe generatie. Het is heel spannend met de sprint van Njord. Maar Skadi wint de 132ste Varsity. Deze vier mannen, deze vier... Kimberly Kamp, Reinier Spinnen naar Bilgen, Jasper Tissen, Floris van Bonninghuizen en David Fox daar op Boeg. Die winnen de 132ste Varsity en de verslagenheid is bij Triton af te lezen. De verslagenheid hier links naast hem. Maar het is Skadi die deze 132ste Varsity eigenlijk bovens ieder verwachting wint. Ik hoop dat iedereen een geweldige dag heeft gehad met ons, Vars TV en Roei Radio. En we hopen jullie allemaal volgend jaar weer te zien. Niet dezelfde datum, wel dezelfde plek. Tot ziens.